gelijk spel genoeg zou hebben, of zou kunnen hebben, dan kun je wel eens op twee gedachten gaan hinken. Moeten we op de nul spelen? Moeten we gelijk spelen? Tuurlijk. Nee, Ajax heeft één opdracht, knal. Ik zie dat bij Christian weer beneden staat Theo Jansen, de man van de goal en de assist. Ga je gaan, Christian. Theo, gefeliciteerd met de eerste prijs van dit seizoen. Een rare wedstrijd die steeds wisselde. Jullie komen 2-0 achter en dan? Ja, tweede prijs, hè. Johan Cruijff gaat ook nog wel van huis. We kunnen nog 3 halen dan dit seizoen. Maar, mijn vraag? Nee, ik denk dat wij de betere waren in het begin. Maar we geven gewoon 2 goals weg. Eentje foutje voor mij, denk ik. En een tweede wordt voor richting veranderd. En na die goal van Wout zei we van jongens, we gaan gewoon 1-1 spelen. En dan kun je zien dat we gewoon beter zijn. FC Twente! Maar de 3-2 blijft uit, word je gek? Ja, we kregen inderdaad genoeg kansen, maar alles viel net naast. En op een gegeven moment pak Sander denk ik nog een paar fantastische ballen voor ons. En ik denk allemaal wel verdiende overwinning. Nou, vlak voor tijd, iedereen rekent eigenlijk al op penalties. Een vrije trap, was dat wel een vrije trap, maakt niet uit. En dan? Ik riep Janko bij me en ik zei tegen hem van loop naar de 11 meter. En ik ga hem daar neerleggen. Ik leg hem daar perfect neer en hij komt het vast te vinden. We zijn heel blij natuurlijk. De kans en ruimte lag ook bij die bal van Janko, was dat altijd weer blij. Maar die kan het niet, dat kon hij wel winnen, maar hij maakt het ook niet onmogelijk om te koppen. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Je kunt uitgeblokt worden natuurlijk. Maar degene die verantwoordelijk was voor Janko, die was in ieder geval in het veld weg te bekennen. Michel de Perron, meteen in zijn eerste seizoen pakte hij al 2 prijzen met FC Twente. Heeft Johan Cruijff gehad gewonnen samen met de ploeg PKS in Amsterdam Arena, 1-0 de Jong. En nu pakt hij weer een prijs, de beker. En wellicht volgende week de derde, dat kan zomaar.